Dames en heren, wij gaan weer door. Goed. Laten we gelijk maar zeggen dat we na de pauze, zomaar zeggen, gelukkig de kleuterschool en de lagere school verhalen gehad hebben. Dus het was even een korte verfrissing. En we gaan nu maar gelijk even in sneltreinvaart door een vijfjarige studie HBO. Om te eindigen, toch niet bij doctorale niveau, maar laten we zeggen, ook niet een professor of een hoogleraar. Want u gaat natuurlijk straks weg als iemand die een origineel idee heeft. Want u weet, de hoogste graad in de academische wereld is natuurlijk een, laat ik zeggen, een dokter of een professor of een hoogleraar die een origineel idee heeft. Dat proberen ze allemaal te behalen, want als je dat niet gehaald hebt, een origineel idee, dan ben je eigenlijk voor niets professor of hoogleraar of dokter geworden. Zo gaat het in de academische wereld. Dus u gaat vanmiddag, althans vanavond, allemaal weg in de tweede ronde met de ultieme graad in de academische wereld, ofwel het hebben van een origineel idee. En daarmee bent u dus eigenlijk de maximus uit de academische wereld. Nou, hoe gaan we dat natuurlijk bereiken, dames en heren? Hoe gaan we bereiken dat u een origineel idee kunt laten ontstaan in uzelf? He, dus niet een bachelor degree of een master degree, hè, want dan doe je niks anders dan gewoon het herhalen als een soort klakkeur wat andere mensen aan onzin bedacht hebben de afgelopen jaren in de stoffelijke wereld. Nee, we gaan natuurlijk naar het ultieme niveau van een origineel idee. En dan praten we niet een origineel idee in de zielenwereld. Nee, het ultieme, maximale idee van de geestelijke wereld. Ik zal maar zeggen, een idee wat zelfs God zou kunnen hebben op een goede dag. En aangezien God elke dag een goede dag heeft, is het natuurlijk makkelijk om daar je op, ik zou maar zeggen, af te stemmen. Nou, hoe doe je dat? Nou, we hebben natuurlijk al voor de pauze even gezien hoe dat met die Ark van het Verbond zat. Hè? De Ark of the Covenant. Hè? De eerste Ark van het Verbond was natuurlijk de Ark van Noach. Hè, u kent hem allemaal wel. Eens even kijken hoe dat allemaal hier gaat. Hoe zit hij ook alweer, de Ark? Is de Ark, u kent hem, boot. Hij is recentelijk in Amerika, hebben ze weer een hele grote ark nagebouwd. En laat die nou ook toevallig weer geopend zijn rond 14, 15 juli. Ja, je kan het niet bedenken dat ook zelfs de arken geopend worden op die tijd. Hè. Ze blazen de boel op en ze komen gelijk met een ark aan. En dan in Oslo wordt er een ark aangevaren. In Rotterdam ligt rond die data een ark. Hè, die ligt dan, hier ligt dan de ark hè, in Rotterdam. Prachtig ook rond die tijd. Iedereen gaat er naartoe. Hè? Niemand heeft natuurlijk door waarom die ark daar toevallig ligt. En dan een klein beetje aan de andere kant van het havengebied ligt een schip en dat heet de Battle Goose. De Battlegeuze. En niemand weet natuurlijk wat dat betekent. Dus je hebt aan de ene kant heb je de ark liggen in Rotterdam en dan ietsje verder in de haven ligt de Betelgeuze. En de Betelgeuze kennen we natuurlijk allemaal als een van de sterren in de gordel van Orion. En Orion, als je nou echt over een krankzinnig keizerrijk hebt gehad, was het wel Orion. Want daar komen alle gevallen engelen vandaan. Maar dat is je natuurlijk bekend. Maar dat hebben we voor de pauze eigenlijk al 20 jaar geleden een keer behandeld. Dus dat is natuurlijk oude koek. Dus de ark ligt daar om je te redden. En in diezelfde haven, maar gewoon een paar straten verder, ligt daar de Betelgeuze, ofwel het oorlogsschip. De Battle Goose, het oorlogsschip uit Orion. Dus je kan ofwel exit met de ark, of je kan in de oorlog met de Betelgeuze. Allemaal Rotterdam. Je zou bijna denken, wat zijn ze met Rotterdam van plan? Nou, dat is vrij duidelijk. Want ze zijn op het ogenblik wereldwijd strong cities aan het uitroepen. En laat nou in Rotterdam de eerste strong city van Nederland worden. Het wordt de ultieme Pokémon proefstad. Net zoals we hebben Washington DC als proefstad. En Pokémon wordt in Rotterdam op het ogenblik op een hele mooie manier sociaal geëngineerd, uitgevoerd om te kijken waar al die lieve leuke mensen allemaal naartoe lopen. Al dan niet met teken of zonder teken. Maar laten we even niet over de Betelgeuze, want we weten waar de Betelgeuze naartoe gaat, of de Battle Goose naartoe gaat, die gaat gewoon naar de hel. Dus iedereen die daar in dat schip gaat zitten, die gaat mee in de derde val van de holografische wereld, wordt helemaal Pokémon Goat, wordt gebrand, wordt als je het niet erbij past, word je verwijderd, of je wordt een zombie van je gemaakt.
En dan gaat het feest, oftewel het mooie festival, pas echt beginnen. He? En het is al begonnen vanaf de 14 juli. Maar de andere kant was natuurlijk de Ark. Die lag daar toevallig ook in die haven. En dat was natuurlijk de eerste Ark of the Covenant. En we hebben het altijd over de Ark van Noach. Nee, natuurlijk niet, dames en heren. Want de Ark van Noach staat natuurlijk over het eerste convenant met God in de stoffelijke wereld. Want als je de Bijbel leest van Noach, dan zie je natuurlijk helemaal geen boot. Zie je natuurlijk helemaal niet. Je ziet natuurlijk helemaal geen twee dieren, twee olifanten, twee papegaaien, twee mieren, twee wormen. Dat zie je natuurlijk allemaal niet. Nee, het is God die ons een tweede kans geeft in de stof. Dat is de Ark van Noach. De Ark van Noach. Zie je ook, die Ark wordt door het water opgenomen. Nou, iedereen die weet natuurlijk wat water betekent in de Bijbel, dat heet de tijd. Dus, ik zou maar zeggen, de familie van Noach wordt even in de tijd meegenomen. De zielenwereld, hè, daar wordt hij even meegenomen, omdat daar op aarde natuurlijk een hele grote rommel uitbreekt. Hè, met al die giganten en al die demonen die daar op dat moment even rond waren. Moet even schoongemaakt worden, voordat de familie terugkomt. Nou, dus de familie wordt even meegenomen in de boot naar de zielenwereld. En daar verblijft hij even. En daarna komt hij in de tijd, komt hij dan terug op aarde. En krijgen wij in de stof een tweede kans. Dat is de Ark van Noach. Stoffelijke betekenis. De tweede kans in de stoffelijke wereld. Mozes, dat weet u, die gaat van de stoffelijke wereld naar de zielenwereld. Door het beoefenen van de 10 geboden. En de wederkomst van Christus, die zegt alleen maar één ding. Als u de wil van God doet de hele dag, niet uw wil, maar mijn wil zal geschieden, dan gaat u over de Jordaan naar het ware beloofde land van de geest. Dat zijn de drie arken van het verbond. Ark van Noach, het stoffelijke verbond, Mozes, het zielenverbond, en uiteindelijk het geestelijke verbond van Christus. Dus als je denkt dat Christus nog niet gekomen is, dan heb je zoals de meeste Joden, de oude Joden noem ik het altijd maar, die het nog niet begrepen hebben, dan word je niet als eerste opgehaald, maar word je pas rond Judgment Day opgehaald. En dat raad ik geen enkele Jood aan. Ook geen Hebreeër, ook niet iemand met een vierkante zwarte kubus op zijn voorhoofd. Ik raad het ze allemaal, zelfs geen hoge priester raad ik het aan, want die worden ook allemaal verwijderd. Door hun mede vrienden, zal ik maar zeggen. Dus de Ark in Rotterdam ligt in juli toevallig naast de Betelgeuze van de derde val. Hier nog een beetje Ark. Wordt groot aangekondigd op 7 juli, ziet u dat? Dat op Times Square, nee, Times Square, water, Times Square, vierkant, waarin je gevangen zit, wordt het aangekondigd. Prachtig ziet het eruit. Dus elke Amerikaan gaat natuurlijk op het ogenblik naar de Ark om te ervaren hoe het is. Ja, hoe het was. Want we willen natuurlijk helemaal niemand nog een derde kans in de stof hebben. We willen natuurlijk allemaal Mozes volgen naar ieder geval minstens de zielenwereld. He? En dat heet in de Bijbel heet dat ook wel het beloofde land, het nieuwe Jeruzalem, als je een beetje uit het oosten gaat, noem je Shambhala, het paradijs, noem maar wat. Je kent ze wel. De zielenwereld is dus paradijs, Shambhala, beloofde land, nieuw Jeruzalem. Daar wil natuurlijk helemaal niemand naartoe. Want we willen allemaal naar huis. We willen allemaal Christus volgen naar de geest, naar de Vader. We willen allemaal over de Jordaan. We willen allemaal over You Are Done. We willen allemaal naar huis. We willen allemaal uit de schepping. Want anders doen we weer een rondje Boeddha. Dan moet je weer van, ik zou maar zeggen, Siddhartha moet je weer 30 jaar rondlopen. Je met modder besmeuren. Je helemaal ding verdwazen rondlopen. Met allemaal rare yogis, allemaal rare truc uithalen. Om er 30 jaar later achter te komen dat het allemaal gewoon onzin is. Wat ze daar allemaal uitvoeren. Met al die brahmanen. Maar dat mag natuurlijk niet hard zijn. Maar Boeddha zei dat namelijk wel hard. En die deed het ook voor. Die deed de middenweg. En Christus deed de weg. Naar de Vader. Naar huis. Waar hij trouwens ook allemaal vandaan komt. En de Ark is op 7 juli geopend. Allemaal in het kader van, ja, als hij dan toch niet wil vallen in de derde val van de holografische zombie transhuman krankzinnigheid. Die op het ogenblik wereldwijd om zich heen grijpt, is het handig om de boot te pakken
En dan niet de boot van Noach, maar pakt u de boot of van Mozes, of u pakt de boot van Christus. Ik raad u de boot van Christus aan, dat is de beste boot. Hij heeft niks met Jupiter te maken, heeft ook niks met al deze prachtige signalen aan de bovenkant. Dat is, dames en heren, de smalle weg naar huis. En toen zat ik dat te lezen, hè? Dat je moet de smalle weg naar huis volgen. Maar begrijpt u dan niet dat ze een zinnetje weggehaald hebben in die Bijbel? De smalle weg naar huis is de snelste weg naar huis. De brede weg naar huis is de meest langzame weg naar huis. En ik ga u dat een klein beetje uitleggen. Als u de brede weg naar huis gaat, dan gaat u met al die Joden vanuit Egypte over de Rode Zee, 40 jaar verdwalen in niemands land, gouden kalven bouwen, allemaal krankzinnige dingen doen, om uiteindelijk weer met een Joshua over de Jordaan naar huis te gaan. Dat kan weer 1000 jaar duren, zou ik maar zeggen. 1000 jaar, maar 1000 jaar, 1000 jaar. We hebben dat een keer gelezen. Wij leven nu op de 6e dag of de 7e dag. Ik weet het niet. Dat moet je maar eens nalezen. En dan is er ook nog een 8e dag. We hebben nog 1000 jaar rondzwerven tussen de Rode Zee en de Jordaan. Zoals het Joodse volk, zoals Israël. Willen we toch niet? We willen uiteindelijk toch geen Israël met z'n allen worden. We willen toch niet in de zielenwereld blijven hangen. We willen naar huis, naar God. We willen over de Jordaan. Wij willen daadwerkelijk het geestelijke ark van het verbond sluiten. Weer teruggaan naar huis, weer één worden met datgene wat we eens waren voordat we vielen in de schepping, waar we er een klein beetje een interessant verhaal van gemaakt hebben. De smalle weg naar huis is dus de snelste weg naar huis. Maar hoe loop je die? Nu gaan we toch wel naar universitair niveau. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet doen, want we hebben HBO niet gehad. Dat is waar. Laten we even teruggaan naar HBO. HBO is, laat ik zeggen, de zielenwereld. Dus hoe kom je nou? Kijk, stel dat u met de ark mee wil, de ark van het verbond, en u wil niet achterblijven in de stof, waar ze er één grote helse bende van gaan maken de komende tijd. Tenminste, als je al die priesterverhalen een beetje mag geloven. Niet dat het ons wat interesseert, want wij zijn toch al naar huis, dus het maakt allemaal niet zoveel uit voor ons. We kijken dat alleen maar een beetje toe, hoe dat allemaal hier gaat. Nou, dan kan je natuurlijk heel simpel naar het Nieuwe Jeruzalem gaan, naar het beloofde land in de ziel, naar het Shambhala gaan. He, dat kan. Nou, hoe doe je dat? Nou, dat weet elke HBO'er. Als je naar een HBO-school gaat, dan is het bij een kennismakingcursus, dan leren ze je gelijk de eerste dag hoe je dat doet. He? Daar is natuurlijk wiskunde niet het belangrijkste vak. Daar is dit natuurlijk het belangrijkste vak. Hoe kom ik van de stof naar de ziel? Dat is wat op elke HBO gedoseerd wordt. Tenminste, de HBO's die je kent, in dit prachtige kosmische verhaal. En wat leren ze je dan op de HBO? Dan leren ze je om rechtvaardig te worden. Dat leren ze. En dan zeggen ze nou, als je nou de 10 geboden doet, of zoals wij dat dan hebben, de 12 eonen, hè, zoals genade, vrede, onvoorwaardelijke liefde, hè, allemaal van dat soort prachtige zaken. Hè, dat staat allemaal keurig in dit boekje met dan de bijlagen. Hè, dat, als je dat beoefent, hè, gewoon beoefent, dus dat je denkt met ik haat mijn ex-vrouw, of ik haat mijn ex-man, of ik vind mijn baas vind ik een loeder, dan doe je dat niet meer natuurlijk. Dan ben je daar genadevol voor. Want ze weten niet beter. Ze zeggen ze aan het kruis ook: vader, oordeel ze niet, want ze weten niet beter. Nee, klopt, de gemiddelde oedewapper, Pokémon-goer op deze aarde weet echt niet veel beter, dat ze gewoon de hele dag achter de demonen aan het lopen zijn. Die waar Salomon ook achteraan liep. En nog meer van dat soort tempelgangers. Dus dat is niet handig om daar achteraan te lopen. Maar dat weten we natuurlijk wel. Dus op de HBO in Nederland, hè, in Nederland doen we dat gelukkig, leren we om rechtvaardig te worden. Dat is vak nummer 1. Hè. Wiskunde staat op de HBO tegenwoordig op de laatste plaats. Want daar heb je geen bal aan. Tenminste in het Nieuwe Jeruzalem staat het. Ja, het staat er ineens meer op eigenlijk, wiskunde. Want het is de kunde van de verwarring. Hè. Het is logica, maar dan nog lager dan de logica. Het is eigenlijk totaal onlogisch. Ja, om even over wiskunde te hebben. Het is gebaseerd op vaste waarden die niet vast zijn. Kunt u het voorstellen?
Dat is niet logisch volgens mij. De logica is het laagste niveau van intelligentie. Maar als je namelijk wiskunde baseert op vaste waarden die niet vast zijn, bijvoorbeeld snelheid van het licht, ja, het is variabel. Er staat niets vast. Gedrag van de mens, emoties, zijn voor mij ook niet helemaal vast. Dus de psychologie staat op zwarte schroeven, de psychologie staat op zwarte schroeven, op losse schroeven. Het is één groot losse schroevenverhaal. Dat noemen ze dan een hypothese, die dan tijdelijk theorie wordt en dan weer een hypothese wordt. Om aan het eind van je leven je af te vragen wat je in hemelsnaam op de universiteit geleerd hebt, ofwel helemaal niets. Nou, daarom ga je naar de HBO, hebben we wiskunde van de tafel afgeveegd en doen we nummer 1, rechtvaardigheid. Dat is een 5 jaar durende studie. Dus die kinderen daar, die oefenen gewoon dag in dag uit op elkaar in alle soorten situaties. Niet alleen bij elkaar in een veilig kamertje, hè, want dan oefenen ze dan bijvoorbeeld genade, oefenen ze dan in dat kamertje. En dan worden ze de stad ingestuurd. Om er tussen de blinden te oefenen. Want dat is het moeilijkste, hè? Dat je er tussen de onwetenden loopt, die alleen maar, hey, ho, ho, ik heb Pokémon. Dat is moeilijk. Want als je veilig met z'n allen in zo'n leuk zangclubje zit, ja, dan zijn we het met elkaar eens 3 dagen. Maar wordt het maar eens op het moment dat je daar tussen al die al onwetende in gaat lopen. Blijf daar maar eens genadig. Hè? Tegen een complete krankzinnige die denkt dat hij wat uitgevonden heeft. Dan ga je van oefenen van de 10 geboden, van de 12 eonen, ga je naar het worden van die dingen. Je kent het verschil, hè? Als je iets beoefent, ben je daar bewust mee bezig. Je bent dan, oh jee, ik val weer. En dan na 10.000 keer vallen, 10.000 keer erop staan. Maar er komt een moment dat je het bent. Dat is de Boeddha. De Boeddha is de middenweg. Is de weg van de ziel. De Boeddha wordt opgehaald door Christus. Hè? Dat is de weg. U heeft gehoord dat Boeddha door Christus opgehaald is. Hè? Neem aan dat u dat gehoord heeft. Dat MBO niveau. Christus komt Boeddha ophalen. Zegt, jongen, het is tijd om nu helemaal naar huis te gaan naar de vader. Boeddha zegt, oké. Okay, hoppakee, mee, gelijk gediplomeerd. Hij had een origineel idee. Diploma. Stempel erop. Helemaal dik voor elkaar. Rechtvaardigheid. De enige studie op HBO-niveau in het Nieuwe Jeruzalem, in Shambhala, in het beloofde land, in de ziekenwereld. Het enige wat we nog gaan leren. En de ene zal er nog een jaar over doen om te slagen, de ander misschien 1000 jaar, dat weten we natuurlijk allemaal niet. Iedereen zijn eigen tempo. Maar uiteindelijk gaat u die 12 eonen, 10 geboden, gaat u oefenen totdat u het bent. U bent de hele dag genadig. U bent de hele dag onvoorwaardelijke liefde. U bent de hele dag met vrede bezig. Dat is niet omdat u het oefent, maar u bent de vrede. En dat voelen uw medemensen ook. Hoe gek ze u mogen vinden. U bent niet meer aan het concurreren. U bent niet meer aan het strijden. U bent vredig. En u voelt dat omdat u voor het eerst innerlijk rustig wordt. Want u pakt uw gedachten niet meer vast. Ofwel de slangen die de hele dag door uw leven gaan. En iedere keer als u een slang vastpakt, wordt u gebeten. Want u weet in de ziederingen dat elke gedachte een leugen is. Het is de slang van Adam en Eva. Het is de sinusgolf. Sinus komt van het woord sin. Van zonde. Weet je wat zonde zijn? Gedachtes. Iedere gedachte, dames en heren, is een zonde. Dus ja, pak ze maar niet meer vast. Dan heeft u geen zonde meer. Dus iedereen die geen enkele gedachte meer heeft, goed of kwaad, dat maakt niet uit, want dan gaat het zo en zo en zo. Die slang gaat maar heen en weer. Dus Eva plukte van, kreeg de kennis van de boom, de boom van de kennis toen ze die appel pakte. Maar de kennis staat natuurlijk voor de gedachte. Dat is de sinusgolf. Toen pakte ze de zonde. Toen begon ze te denken. En toen viel ze in de stof met haar grote vriend. En toen kregen ze een lichaam. Wat anders was dan het stoffelijke, het zielenlichaam wat ze in het paradijs waren. Toen waren ze alleen maar ziel. Het was een etherisch lichaam. Toen ze vielen uit het paradijs, vielen ze van de zielenwereld in de stoffelijke wereld. De Bijbel is prachtig. De Koran is prachtig. De Torah is prachtig. Je moet hem alleen een beetje, laat ik zeggen, minimaal op HBO-niveau leren te lezen. Nou, dan hebben we dat gehad.
Dus dan bent u al een beetje rechtvaardig geworden. U krijgt straks ongeveer 1000 jaar de tijd om dat nog te beoefenen. De ene zal het in een jaar doen, de andere in 10 minuten. En de andere zal er misschien 1000 jaar nog over doen. En dan ontbreekt er nog een interessante tijd aan waar er nog een beetje gerommeld wordt om even de laatste schoonmaakploeg nog even te laten aanrukken. Maar ja, u wilt natuurlijk helemaal niet naar het paradijs. Ja, want u bent helemaal niet gekomen om naar het Nieuwe Jeruzalem te gaan, of naar het paradijs, of naar Shambhala, of naar het beloofde land in de ziel. Dat wilt u helemaal niet, want u weet dat u dan nog in de reïncarnatiecyclus zit van ruimte en tijd. En Boeddha, die staat nu naast mij, die zegt, ja jongens, dat moeten we niet doen. Dat is niet handig. Het scheelt wel een heleboel, hè. Ik heb nu zo'n soort roze lotusblad op mijn voorhoofd. Maar ja, ik ben nog niet thuis. Ik ben nog niet opgehaald. En dan komt Christus langs. En die zegt, wil je daadwerkelijk aan mijn universiteit studeren? En die is vandaag op aarde geopend. Eigenlijk al meer dan 2000 jaar. Alleen de mensen begrijpen het niet. Ze hebben daar hele boeken over geschreven, maar ze begrijpen dat niet, dat Christus de universiteit geopend heeft om even te laten zien dat hij wedergeboren was en dat hij dan een beetje rondwandelde en het een beetje voordeed. Het was natuurlijk wel de grootste misdadiger, want alle Joden in die tijd en Farizeeërs en Romeinen vonden het natuurlijk een hele grote misdadiger. Dat was natuurlijk een smeerlap. Ja, die kwam aan hun geld en aan hun tempels en aan al hun stof. Ja, dat was natuurlijk niet zo leuk. Dus ja, Christus werd geoormerkt als de grootste misdadiger die ooit bestaan heeft. Een beetje kruistochten, een beetje inquisitie. Allemaal in naam van Christus. Daarom hebben we nog steeds het trauma van Christus. Omdat we in naam van hem gemoord, verkracht, gemarteld en ga zo maar door hebben. En dat vinden we niet leuk als we het woord Christus horen. Want dat raakt ons onverwerkt trauma aan. En daarom noem ik het altijd graag om de mensen nog even aan hun traumaatje te herinneren. Maar dat kunt u allemaal nog eens nalezen en nakijken in De Bijbel is voorbij in de tijden die we vorige maand gepresenteerd hebben. Goed, we gaan naar de universiteit. De universiteit is geopend 2000 jaar geleden. En Christus zegt alleen maar één ding. Hou van uw naaste als uzelf en God boven alles. Boek uit. De rest kan je gewoon op de plank zetten als steun. Dus wat Christus zegt, hij geeft in twee zinnen. Hou van uw naaste als uzelf. Dat heet gewetensvol en rechtvaardig handelen. Dat is HBO. Dat is de zielenwereld. Kom je in de zielenwereld. Shambhala, beloofd land, bla bla bla, paradijs. En daarna zegt hij, en God boven alles. Maar dat begrijpen de meeste mensen niet. Die denken dat er een of andere baardaap dan op aarde komt. En die begint dan een beetje op zijn troon te zitten als een soort Zeus. Of een soort Osiris of een soort Nimrod. En die gaat dan met zijn grote mond allemaal rare dingen doen. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Is natuurlijk afscheid nemen niet alleen van je gedachtes, maar ook afscheid nemen van al je tegenstrijdige gevoelens en al je tegenstrijdige emoties, want die houden je vast in de zielenwereld. En op het moment dat jij al die tegenstrijdige idioterie losgelaten hebt, heb je een schoon kanaal en kan de wil van God door jou heen komen. Dan word je als Christus. Dan word je pas een echte Jood, een echte christen, een echte moslim, zoals ze ooit bedoeld zijn. Of een echte hindoe, kan je ook zeggen, of een echte boeddhist, maakt allemaal niet uit, het is allemaal één pot nat, het is allemaal dezelfde weg. Dan doe je de wil van God, dan zit jouw ego er niet meer tussen. Dan kom je er met je vieze gedachten en je vieze gevoelens en je vieze emoties niet meer aan. En op het moment dat je dat doet, ben je vandaag wedergeboren op aarde. En dan zeggen mensen vaak tegen mij, met ja, is het zo eenvoudig? Dan zeg ik, ja, we moeten het op dat moment zo eenvoudig maken, want het is 12 uur. Dus u krijgt geen tijd meer om dit nu de komende 10 jaar nog te beoefenen. Dus ga rechtvaardig handelen. Dat betekent beoefen de 12 eonen, ofwel de 10 geboden. Kom je naar de zielenwereld. En als je dan ook nog volledig je gedachten en je gevoelens en al die menselijke flauwekul die met elkaar wijsmaken loslaten, dan kom je in de geest, gaat de wil van God door je heen en word je weer één met God. En ben je uiteindelijk weer helemaal thuis. Dat is een origineel idee.
dan ga je het smalle pad, want elke egoïst haat dit natuurlijk, hè? Elke draak, elke slang is natuurlijk het ergste om zich over te dragen voor 100% geloof en vertrouwen aan Christus of aan God. Want wij moeten natuurlijk zelf ascension doen. He, zelf is ik, selfie. Ja, je gaat daar rechtstreeks de hel mee in natuurlijk. He, met al je selfies en je Jezebels en je andere flauwekul. He, je haalt jezelf compleet de afgrond in. He, die gaan allemaal lekker mee naar de derde val. Nou, de derde val is nu Jupiter uit Leo vandaan is begonnen hoor, dames en heren. En het gaat om zich heen grijpen op een zo ongenadige manier dat zelfs Nederland de beurt krijgt. Want u denkt toch niet dat het hier in Nederland nog lang rustig zal blijven, hè? Dat we hier een eiland zullen blijven en dat ze al die aanslagen alleen maar in alle andere landen gaan doen. Dat geloof je toch zelf niet, hè? En als ze in Rotterdam of wat voor plaats dan ook in Nederland beginnen met de flauwekul, hè? Het is natuurlijk een hele complete setup, heeft niks met per ongeluk te maken. Het is het paard van Troje loslaten ergens. Ja, dan is het nog ver weg, hè, als u toevallig nog niet in een grote stad woont. En als het bij u in de straat is, dan is het bij u in de straat. Maar ja, het wordt natuurlijk vervelend als het in de buurt van uw familie en gezin komt. En dat gaat gebeuren. Voor iedereen die op deze planeet leeft. Snel. Binnen één dag, het gaat nu al redelijk snel. Maar als de poort geopend wordt, dan gaat in één dag de hele wereld veranderen. Dan kunt u maar beter geslaagd zijn in de geest. En doet u dat niet, dan gaat u het langzamerhand op u af zien komen. Eerst nog in Duitsland, in Engeland, in België. Dan misschien in wat provincies ver weg in Nederland. Dan misschien in uw eigen provincie. Dan in uw gemeente. Dan in uw wijk. Dan in uw buurt. Dan in uw straat. En u stopt uw hoofd in het zand. Want u denkt het gaat wel voorbij. Maar dames en heren, in Turkije en Amerika zitten we met een klein probleem. In Turkije en Amerika zei rond 14, 15 juli hebben de Black Panthers in Amerika uitgeroepen dat de zwarte bevolking, hè, de zwarte mensen, hè, die gaan nu de vrijstaten in het zuiden uitroepen. De Black Panthers. 14 juli, toevallig. Ja, ik weet niet of ze dat op 14 juli bedacht hebben, maar ik kan me zoiets voorstellen hoe ze dat in elkaar gevogeld hebben. En dan noemen ze dat, de Black Panthers noemen dat de Day of Rage. De dag van de woede. En dan staat er overal in Amerika, stond er de Day of Rage, de Black Panthers staan op. Wij zwarten willen niet meer door blanke politiemannen omgelegd worden. Wij staan op in Orlando, in Baton Rouge, over heel Amerika. Het is gewoon oorlog tussen politiemensen, normale politiemensen, dames en heren, die prachtig zijn politiemensen en prachtige mensen, die worden tegen elkaar opgezet. De politie wordt tegen de burgerbevolking opgezet. Want die gaan allebei verdwijnen. Je weet dat ze niet alleen de bevolking willen vervangen, maar ook alle politie willen vervangen. Ook alle ambtenaren, want die passen niet in het nieuwe systeem. Dus bent u vandaag ambtenaar, wordt u verwijderd. Bent u vandaag politieman, u wordt verwijderd. Bent u vandaag een normaal mens, dan wordt u verwijderd. Want u past niet in het nieuwe scenario. Althans, dat is dan een beetje het scenario. Maar de Day of Rage, hè, de Black Panthers, de Day of Rage, de zwarten zijn het zat met die rare blanke politieagenten. Dat hebben ze natuurlijk gejat van de moslims. Want de Day of Rage is ook uitgeroepen door de moslimbevolking. En de vooraankondiging van de Mahdi. Maar de moslimchristen, zal ik maar zeggen, maar dan wat anders. En wat er gebeurt er gelijk in het Midden-Oosten? Wat is IS? IS is de vooraankondiging of de voorbereidende weg voor de wederkomst van de Mahdi. En hoe ziet de Mahdi eruit, dames en heren?
Die ziet er zo uit. Daar staat hij. In Rio. En in Amerika hebben we rassenhaat. Die hebben een andere Messias. Die ziet er misschien wat anders gekleurd uit. Ook een afgodsbeeld. En wij verwachten dan de Antichrist. Ook wit, mooie baard, goed geschoren, Palestina-stappers aan. Het lijkt net echt. Ik zou er niet achteraan lopen. Ook al is er een holografische projectie ergens in de hemel. Die tot je spreekt via een soort mind control. Die via je smartphone bij je binnenkomt. Of via je Pokémon Go. Als een demon in en buiten je praat. The Day of Rage. IS over de wereld. The Day of Rage. Van de zwarte bevolking. Maar is de zwarte bevolking boos? Natuurlijk niet, het zijn er maar een paar. Zijn de moslims boos? Natuurlijk niet, de moslims zijn helemaal niet boos. Ze vinden het vreselijk wat er nu gebeurt. Zijn de christenen boos? Nee, natuurlijk niet. Want als we nou gewoon de brief van Albert Pike kijken, hè? U kent de brief van Albert Pike wel. De brief die nou niet Mazzini of Moseselli, maakt het niet zoveel uit, was toch een bij elkaar verzonnen brief. En daar staat in die Albert Pike brief, staat dan, pas als de joden en de moslims en de christenen elkaar uitgemoord hebben, dan kunnen we het nieuwe geloof lanceren van Sophia, het paarse geloof. Staat gewoon in die brief. Het is natuurlijk een flauwekulbrief, het gaat ook helemaal nergens over, het is helemaal geen originele brief. Maar het past wel een beetje in het script, hè? Het is gewoon even leuk in het Hollywood script erbij gevoegd met, of we dat nou een beetje doen, hè? Dan kunnen we ook zeggen, God zeggen met, ja, we hebben toch gezegd dat we het aangekondigd hebben. Dus ze zijn de Albert Pike brief dat de huidige geloven elkaar moeten vernietigen voordat er het nieuwe paarse geloof moet komen. En dan moet de Mahdi en de Antichrist en al die anderen moeten dan komen om ons te redden. Ten koste van uw ziel natuurlijk. Dat vertellen ze dan niet bij de gebruiksaanwijzing erbij. Het is een soort medicament met een hele grote bijsluiter. Hè? Dus als die komt, dan moet je vragen, kan ik ook even de bijsluiter krijgen? En dan zie je een hoop ellende. Als je de teken van het beest neemt. En het teken van het beest is natuurlijk helemaal niet dat je dan iets op je hand of een implantaat krijgt. Het is maar gewoon dat je je ziel verkoopt aan een grote leugenaar. Die natuurlijk binnen korte tijd weer van de aarde verwijderd wordt. Want ik denk ook niet dat God hem heel lang laat rondspelen. Hè? Die wordt gewoon net als de toren van Babel. En de tempel van Salomon. En de tempel van Herodes en straks de tempel van CERN in de tempelberg of waar dan ook, die worden natuurlijk even uit de zandbak gehaald. Dat weten ze. Het is niet handig om mee te spelen. De smalle weg naar huis is dus niet de ark van Noach, maar is dus de volledige overdracht in 100% geloof en vertrouwen aan Christus. En dan ontvangen wat er voor jou nodig is, waardoor je eigenlijk gewoon de hele dag de wil van God doet. En dan gebeurt er één fantastisch ding. We hebben de Bijbel, hoor je vaker, of allemaal prachtige Bijbel uitleggende boeken. Dan gaat het over de rapture. Hè? Christus komt als een dief in de nacht, die komt wel langs. Hè? Die kijkt even of je je kaars aangestoken hebt. En die raptured dan de rechtvaardige en de heilige. Dat doet hij. Dat doet hij voordat de shit uitbreekt. Dus dat kan ieder moment nu gebeuren. Want de shit gaat straks heel erg uitbreken. Dus die komt eerst even zijn bruid halen. En als je het dan nog niet helemaal begrijpt. Omdat je denkt, nou ja, god, het duurt mijn leven nog wel uit. Hè, wat ze in Turkije doen en met die vluchtelingen en met de Brexit en... En dat de hele Bijbel aan het aflopen is volgens de constellaties. Als je denkt dat het allemaal niet waar is, natuurlijk. Nou, dan wacht je nog even af. Dan ga je eerst nog even samen met de vier paren van de Apocalypse gaan nog even feest vieren. En dan gaan we allemaal achter een Pokémon Go. En als je een beetje pech hebt, krijg je een mooie Pokémon op je borst. En dan word je keurig even ook verwijderd. En dus dat kan ook allemaal even in de tussentijd. En dan ga je voor de tweede rapture. En dan misschien ben je dan wakker geworden of je bent al even verwijderd. Je kan ook nog wachten voor de derde rapture. En dat is de judgment. Dat is voor echt de allergrootste gekken. Dat zijn zij die vandaag nog steeds Christus ontkennen als de Messias.
maar ook nog steeds midden in de tijd van de paarden en de tijd van de tribulation nog steeds dat ontkennen. En nog aan self-ascension doen, omdat de New Age je dat verteld heeft. Maar ja, goed, iedereen die weet dat de New Age beweging door Paus Pius XII en mevrouw Blavatsky opgericht is met consorten. Dus ze hebben gewoon de Rooms-Katholieke Kerk liep na de Tweede Wereldoorlog leeg. Hè, omdat Paus Pius collaboreerde met Adolf Hitler. En daar allemaal leuke concentratiekampen allemaal operationeel in uitvoerden. Dus ja, die christenen dachten op een gegeven moment ook. Paus Pius, niet zo best. Die deed het met Adolf. We lopen de kerk uit. Wat doet de kerk? Het Vaticaan, de Jezuïeten en de Levieten richten een nieuwe kerk op. En die noemen ze de New Age. Dus je bent nog steeds lid van de Rooms-Katholieke of Levietenkerk. En u denkt dat u anders bent. U zit gevangen. Het kapitalisme richtte het communisme op. En in de pauze had ik een mevrouw die zei tegen me: ja, god, het gaat toch wel om de strijd tussen de Russen en de Amerikanen en Europeanen en de Chinezen. Ik zeg: dame, u begrijpt het niet. Aan de top zijn de Russen, de Amerikanen en de Chinezen, al die hoge priesters, zijn gewoon vrienden van elkaar. Die drinken gewoon elke dag thee. En de vijand zijn niet de moslims, of de christenen, of de hindoes, of de boeddhisten. Maar dat bent u. Want u bent niet netjes. Als u niet 100% als goedwillende slaaf doet wat die gekken aan de bovenkant bedacht hebben. Maar God houdt diegenen die dit allemaal bedacht hebben goed in de gaten. En weet exact wie waar zit. Of ze nou in een bunker vluchten of met een stargate naar een andere dimensie gaan. God weet exact, net als Christus, maar ook de twee getuigen, weet exact wie is. Dus die kan je nergens voor verbergen. Hoe hoog je als priester ook bent. Hoe groot je ook als duivel bent. Ze kennen exact wie je bent, wat je gaat doen, voordat je denkt dat je het gaat doen. Ze hopen alleen dat je nog even wakker wordt, voordat straks de pleuris echt uitbreekt. De smalle weg naar huis is dus een smalle weg. Maar het is wel de snelste weg. U kunt ook de brede weg lopen. En toen we begonnen vanavond, hebben we u gezegd: u gelooft het niet. Maar alle tekenen in de hemel, op de aarde, in de zielenwereld, het loopt allemaal naar dit punt toe. Het jaar van het licht loopt op 2 oktober 2016 af. Op 3 oktober begint het nieuwe Hebreeuwse jaar. Het jaar 5777. Ik hoop dat u vanavond één origineel idee meeneemt. Want dat originele idee is uw enige levensverzekering die u de komende dagen, weken en maanden zult hebben. En misschien kijkt u de kat nog uit de boom en gaat u op voor de tweede ronde. Maar u kunt natuurlijk ook vandaag besluiten om u vandaag zelf te rapturen. Ja, we hebben het over de eerste rapture gehad, komt Christus zijn bruid ophalen. En de tweede rapture, na de vier paarden, komt hij nog even wat doen. Hè. Tussenronde zal ik maar zeggen, want degenen die dan wat wakker zijn geworden. Maar u kunt nu al wandelen met Christus en God. Dan bent u nu al geraptured. Dan bent u nu al niet meer van deze wereld, maar nog wel even op de wereld, om uw naasten nog even te ondersteunen om ook wakker te worden. Dan wacht u niet meer als de bruid die opgehaald wordt. Dan bent u al aan het samenwerken met God hier op aarde. En dat wens ik u toe. U kunt natuurlijk nog even blijven wachten, de kat uit de boom kijken. Maar ik zeg u, wees voorbereid. Het is vrij simpel. We hebben de HBO net gehad, we hebben de universiteit gehad, het originele idee gehad. Ja, in dit boek wordt het allemaal nog eens een klein beetje uitgelegd. Dat kunt u krijgen. U krijgt daar natuurlijk gratis de eindtijdklok bij. He, die eindtijdklok gaat natuurlijk helemaal nergens over, want dat is de klok van de stervelingen. He. Dat zijn van de priesters, de priesterklok. Natuurlijk een onzinklok. Maar ja, we hebben hem wel even gewoon gemaakt om u even te laten zien wat ze in die geheime occulte wereld, in die zandbak allemaal met die zandloper aan het voortkoken zijn. Ze worden allemaal gezien. We weten exact wie ze zijn. En ze zijn gewaarschuwd. Word wakker. Sta op. En kom nu mee naar huis.
wacht niet op wat voor rapture, of wat voor jaartal, of wat voor nummering, of wat voor guru of priester of tussenpersoon dan ook. U kunt vandaag in totale verbindenheid met God gewoon naar huis komen. U zult het heel hard nodig hebben de komende eindtijd. Dank u wel. Zijn er nog vragen? Ik heb een vraag. Mevrouw. Wat is het belangrijkste verschil tussen wat gebeurt voor 2 oktober en na 2 oktober? Voor 2 oktober zult u, ik zal maar zeggen, de 4 paarden van de apocalyps los zien gaan. Op alle niveaus. Dat is het witte paard en het rode paard. En het is al aan de gang. Het is nu aan de gang. En het kan van de een op de andere dag. Ik zeg altijd maar, mensen, hou goed in de gaten op het moment dat Damascus van de aardbodem verdwijnt. Nou, dan zou ik met een heel hoog tempo uzelf overdragen aan God. Want dan krijgen we echt met tijden te maken die zelfs in Noach niet meegemaakt zijn. Ik zeg altijd, hou Damascus in de gaten. Maar doe het liever nu, want u wilt niet tussen nu en Damascus tussen de 4 paarden van de apocalyps terechtkomen. En ze zijn al losgelaten. En ze waren al over de aarde. Het witte paard is de Brexit. Het financiële paard. Ze roven eerst al uw geld en al uw zekerheid en al uw pensioenen en alles wat er maar bedacht wordt. Ze stelen u helemaal leeg. Om u afhankelijk te maken van het beest. Om u een Pokémon Go dingetje te maken. Nou, het rode paard is het paard van de oorlog. Nou ja, in Turkije hebben we nu al een burgeroorlog. In Amerika hebben we nu een rassenoorlog. Allemaal sinds juli, hè? Sinds Jupiter, Leo ofwel Juda uitgegaan is. In Amerika begint de rassenoorlog. In Turkije hebben we de burgeroorlog, compleet. En in Frankrijk ook? Begint zo? Ja. In Frankrijk en in Duitsland roepen de presidenten, als dit zo doorgaat, zei Sarkozy vorige week nog, als dit zo doorgaat, moeten we ons bewapenen voor de burgeroorlog. Dus ja, hoe lang denkt u nog dat we de staat van beleg krijgen? Hoe lang denkt u nog? Nou, maakt het wat uit voor u? Natuurlijk niet, want u bent al namelijk geraptured. U bent al wedergeboren. Voor ons maakt het totaal niet uit wat ze daar allemaal uitvogelen, want u bent al wedergeboren in de geest. U bent alweer één met Christus en God. Dus voor ons is dat helemaal niet belangrijk. Wij doen ons werk zolang dat nodig is en waar we gevraagd worden. Raak niet verzeild tussen de paarden. En de paarden zijn nog maar het begin van de shit. Want wat denkt u als straks de zielenwereld geopend wordt naar de stoffelijke wereld? Dan komen we echt in de tijd van Noach terecht. En dan krijgt u met dingen te maken met demonen en giganten te maken waar u echt niet mee in bed wil liggen, hoor. Dan raakt u zo geschokt van de ene op het andere moment dat u compleet verlamd van schrik gewoon tot niks meer in staat bent. U heeft nu nog even de tijd om wakker te worden. Draag u over, laat de wil van God door u heen dingen. U bent verzegeld en beveiligd. Laat het er niet op aankomen, want het komt als een dief in de nacht. Het gaat binnen 1 dag, is de wereld straks helemaal veranderd. Het gaat dus niet eerst van Griekenland en dan naar hier naartoe. En dan uiteindelijk komt het als laatste bij Nederland, omdat we zo'n net Calvinistisch volk zijn. Het gaat straks in 1 dag wereldwijd gebeuren. In 1 knal. Bam! En je bedoelt dat de poort gaat openen? De poort geopend? De poort is al geopend. Oh, het is al geopend. Alleen de poort vanuit de wereld waar de Antichrist losgelaten wordt, dat is de poort van de wereld van de demonen. Die is nog niet geopend. Dit is alleen nog maar de 4 paarden, dames en heren. De 4 paarden, nog een beetje gerommel in de marge. Maar wat denk je, als de demonenpoort opengemaakt wordt, dan pakken ze niet uw lichaam alleen, dan pakken ze ook uw ziel. Nou ja, dat is, zoals in de Bijbel staat, dan worden de schorpioenen worden losgelaten. Dat zijn de demonen. Ja, dan raakt u in de tijd van voor Noach. Die toen even met zijn boot de tijd ofwel het water in ging om even de aarde te verlaten. Want dan wil je hier niet meer rondlopen. Of je bent natuurlijk gewoon al wedergeboren, dat maakt het niet uit. Dan loop je gewoon natuurlijk tussen de demonen rond. Hè. Laten we eerlijk zijn, want dan
lopen we daar gewoon tussendoor. En dan zeggen we, ja, ga jij eens even lekker spelen, joh. Dus dan hoef je er ook niet bang voor te zijn. Zij die in de geest zijn, zijn voor geen enkele demon of duivel bang. Want dat mag niet van God. En dat weten ze ook. Maar zij die niet wedergeboren zijn, en nog denken dat ze een beetje met seks, drugs en rock'n'roll aan de gang gaan, en dat niemand het maar ziet, ja, die hebben nog niet het zegel van God. Het gaat niet meer 1000 jaar duren, dames en heren. Het gaat niet meer 10 jaar duren. We zitten er middenin. En als u nog steeds niet begrijpt dat we er middenin zitten, ja, dan zult u het op een andere manier gaan leren. Maar we weten in ieder geval dat er een tweede weg is. Ik hoop dat uw vraag beantwoord over de paardjes. U noemt vier en de andere paarden, dingen. Wat zegt u? U noemt vier paarden. Ja. Maar ook wit en rood paard. Moet ik dat zien als twee? En ja, het zijn natuurlijk metaforen. Hè? Je hebt een wit paard, je hebt een rood paard, je hebt een zwart paard en je hebt een vaal paard. Het witte paard gaat, ik noem het maar, dat is een beetje witte bordencriminaliteit. Dat is gewoon de ineenstorting van het financiële systeem. Nou, dat hebben ze met de Brexit hebben ze keurig aangezet. Ja, dat hebben ze toch netjes gedaan. Goede timing. Ze hebben dat aangekondigd door die prachtige witte paard in de Gotthardtunnel het rode vlak in te laten rijden. Dus dat wordt ook allemaal keurig aangekondigd wat ze met u van plan zijn. Ze doen het allemaal netjes. Alleen als je niet ziet wat ze aan het doen zijn, dan ziet het natuurlijk niet. Nou, het zwarte paard is paard van de oorlog. Dan zeg ik altijd maar, dat is nu net in Amerika rassenoorlog en in Turkije burgeroorlog gewoon begonnen. Daar heb ik het niet over de boeren. Was het rode paard? Ja. Dat is het rode paard. Nou, het rode paard ontaardt op een gegeven moment in een totale oorlog als ze met Damascus aan de gang gaan. U denkt toch niet dat ze toevallig, nadat ze Ariel met 12 messteken in haar hart vermoord hebben bij de Tempelberg, dat de volgende dag opeens daar een paar divisies met tanks op de Golanhoogvlakte liggen, omdat ze daar gaan picknicken? Dat gelooft u toch zelf niet? Dat is nog nooit gebeurd. Ze liggen daar gewoon te wachten tot het gebeurt. Ik weet niet wanneer het gaat gebeuren. Dat weet God, maar ik weet dat niet. Maar ik weet wel dat ik u even moet waarschuwen dat u voorbereid bent. Maar ik kan wel zeggen dat alle Israëliërs die Bijbel kennen, en jammer genoeg zijn het geen Gentiles, dus worden ze waarschijnlijk niet de eerste ronde opgehaald, maar pas de tweede of de derde ronde. Maar ze liggen er allemaal. Damascus is daar een teken voor. Maar de paarden zijn al losgelaten van het witte paard. Het tweede paard komt eraan. Nou, het derde paard is natuurlijk van de ziektes en de epidemieën en nou, noem het maar op. En het vierde paard is totale destructie van een derde van de hele wereldbevolking. En dat gaat niet in, we doen er 100 jaar over. Nee, dat gaat gewoon bang. Binnen een dag is een derde van de wereldbevolking weg. Nou, daar heeft u helemaal natuurlijk geen probleem mee, want u bent al gered. En als we dat nou allemaal gewoon doen, dan hoeft het allemaal niet te gebeuren. Dan kunnen we het boek Openbaringen en al die profetieën en al die zaken, als wij gewoon allemaal voor ons weer vandaag de wil van God doen en gewoon onze naasten behandelen aan onszelf. Weet je wat we dan doen? Dan pakken we het boek van Genesis, de Alpha en de Omega, Openbaringen, dat halen we uit de Bijbel en dan denken we, nou, de rest kunnen we ook wel doen. Dan zeggen we, God, wat wilt u? Wilt u hem terug? Dan zegt God, ja, hem terug, want jullie zijn allemaal alweer één met mij. De Bijbel is niet meer nodig, Tora is niet meer nodig, de Veda's zijn niet meer nodig, Boeddhisme is niet meer nodig. Kinderen, u bent weer thuis en alle mensen worden weer vrij. De tanks gaan naar huis. De mensen in de Chinese Zee gaan naar huis. De mobilisatie van de Russen en de NATO in de Oekraïne en in Polen gaan naar huis. Dus ja, dat hele verhaal wat zich nu ontvouwt, kan nu stoppen. Als u stopt. En als we nou allemaal stoppen, ja, dan staan er een paar hoogpriesters met van die rare papegaaienblokken op hun voorhoofd en zwissenkop op hun hoofd. Ja, die staan zonder werking. Dat zijn er maar ongeveer 1000 hoor, zijn het er. De rest van de wereld, die zit alleen maar te kijken, te koekeloeren naar die gekken, zou ik maar zeggen. Nou, die worden dan straks nog even door Christus toegesproken. Die zegt, joh, je kan twee dingen doen. Je kan kappen met de onzin. En anders ga je de bodemloze put in, met je vrienden. En de bodemplus, heb ik u verteld, dat is de put die ze voor zichzelf gegraven hebben. En waar ze de totale leegte van hun ziel gaan ervaren. Ofwel de totale ultieme eenzaamheid van hun ziel. Dat is de ultieme hel. Ze zijn gewaarschuwd. Al 1000 jaren lang.
Ik hoop dat uw vraag een beetje beantwoord. Heeft u nog een vraag? Ik heb nog een vraag. Ja. Hoe zit het met die film Alice Looking Through the... Alice in Wonderland was natuurlijk een prachtige vooraankondiging. Alice Through the Looking Glass. Ik verwijs u even, de uitleg van die film staat volledig omschreven in de eindtijdklok. Dus als u even naar onze site gaat, welkom in de oorspronkelijke wereld, dan gaat u naar contact en dan naar de lichtotheek. En dan kunt u de laatste versie van de eindtijdklok downloaden. Daar staat die film helemaal uitgelegd. We hebben daar ook wat video's over. We hebben daar wat geluidsopnames over. Dus dat wil ik u even naar toe verwijzen. Dus dan kunt u dat helemaal keurig zien. Het is een prachtige occulte film. Waar ze eigenlijk het einde van u aan kondigen. Alleen u denkt dat het een leuke film over padvinders en konijnen is. Maar daar gaat het dus niet over. Alice is Sophia die op zoek is naar huis. Dat is ongeveer het verhaal. En wie Sophia is, kunt u natuurlijk allemaal weer lezen in dit prachtige boek voor in bad. Niet op het toilet, want daar heeft u andere boeken voor, heeft u gehoord voor de pauze. Dit is een boek voor in bad of voor in bed. Net voordat u slaapt. Zijn er nog meer vragen? Het is wat, hè? Universiteit. Potverdorie, zeg jij. Ja, origineel idee. Heb je niet elke dag? Dat waren de vragen voor vanavond. Ik zie nog één vraag. Het is wel opgevallen eigenlijk. De mensheid kan pas leren door middel van chaos. Ja. Nooit via liefde. Altijd chaos. Want we weten niet wat liefde is. En door middel van chaos word je eigenlijk weer getrokken naar het midden. En daarom vond ik deze weg zo leuk. Want deze smalle weg zorgt dat je niet op die brede komt met verleidingen. Want hoe breder, hoe meer verleidingen. En hoe smaller, hoe directer. Nou, dat vind ik een hele mooie. Ik vind hem geweldig. Die houden we er ook in. Die knippen we er zeker niet thuis. Die houden we erin. De smalle weg is een complete rechte kaars rechte weg. Dat betekent, je bent onwankelbaar in je vertrouwen en geloof in God. Je laat God de volledig zonder ego door je heen komen. Daar gaan mensen je natuurlijk voor gek verklaren. Hè? Ze hebben Christus gehaat, ze hebben Boeddha gehaat, ze hebben ze opgenoopt, ze hebben Gandhi afgemaakt. Hè, al die onwetende stervelingen. Dus je gaat, de kans is groot dat je gehaat wordt, uitgemaakt wordt, afgemaakt wordt. Maar ja goed, je gaat toch niet dood, dus het maakt allemaal niet zo heel veel uit. En degenen die het doen, daar kennen we het nummer van. Het is niet handig om dat te doen. Ja? Dus het is niet handig om dat te doen. Het is de kaarsrechte weg naar huis. En ja, jammer genoeg moet de mensheid het door chaos leren. Maar ik adviseer u vanavond om het niet door de chaos die zo'n ongelofelijke proporties gaat aannemen, dat zelfs de Tweede Wereldoorlog een kinderpartijtje is geweest. Hou dat goed in de gaten. Dit wordt niet een derde wereldoorlog met tanks en met vliegtuigen en met dat soort zaken. Het wordt de keiharde oorlog tussen de wereld van de demonen en de stoffelijke wereld. Dat heeft u nog nooit de afgelopen duizenden jaren meegemaakt. Ik heb u gezegd, u zult, als u daarin meegaat, u zult zo geschokt raken, elke dag. En dan denk ik dat het, als het even rustig wordt, dat het rustig is. En de dag erop gaan er meer dingen gebeuren die u nog nooit van uw leven meegemaakt heeft. In geen enkel boek gezien of gelezen heeft. Dat hij in totale verbijstering en shock en complete apathie op een gegeven moment verstijft. En dan ja, u overdraagt aan bijvoorbeeld de Antichrist. Die u ook nog eens even helemaal compleet uitholt. Tot u helemaal kapot ligt als lichaam en ziel. Dat is niet handig. Dit wordt niet een Tweede Wereldoorlog, dames en heren. Dit is het einde van ruimte en tijd. Het einde van de schepping. Het einde van de stoffelijke en de zielenwereld. We gaan allemaal naar huis. En dat is de mooie boodschap. En of je dat nou met chaos wil. En met vier paarden wil. En Antichrist. Wat natuurlijk allemaal metaforen zijn. Hè? Want hou het goed in de gaten. De Bijbel praat niet over dit is een kist met gerabijnen erop. Nee, leer het verhaal lezen vanuit de geest. Al die verhalen gaan maar over één ding. Hoe gaat u van een stoffelijk bewustzijn naar een zielenbewustzijn naar een geestelijk bewustzijn? Zelfs het verhaal van King Arthur en de ridders van de Ronde Tafel. 12 apostelen, ik bedoel 12 ridders. Lady Guinevere, de grote verleiding. Sophia,
die King Arthur verleidt, die met Lenzalot gaat. Lens, de speer die in Jezus gestoken wordt. Het lot, Lenzalot, waardoor Arthur op een gegeven moment door zijn vrouw, door Sophia, verraden wordt. Een van de 7 verleidingen van Sophia. En uiteindelijk door Parsifal. Parsifal. Gedeeltelijk gevallen. Het is niet de ridder. Monty Python klikken, daar klakken, de klik. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet. Parsifal is gedeeltelijk gevallen. Parsifal is de enige ridder aan de ronde tafel die niet in de stof gevallen is. Die nog in de zielenwereld verkeert. En daarom kan die ook als enige de Heilige Graal herkennen. En als dan God vraagt, of die Heilige Graal vraagt, wie ben ik? Dan zegt Parsifal, u mijn Heer, uw wil zal geschieden. En met die woorden gaat hij terug naar King Arthur, die eigenlijk sterft van ellende in de stof. En die zegt tegen King Arthur, na 30 jaar rondgezworven te hebben in de woestijn, want het is gewoon Bijbels verhaal, hè, King Arthur. En dan zegt hij, als u de wil van God doet, King Arthur, ofwel rechtvaardig wordt, zal uw Camelot, Camelot, opnieuw verrijzen als het nieuwe Jeruzalem. Camelot is het nieuwe Jeruzalem, Shambhala. Het is eindeloos hetzelfde verhaal. En wat doet hij dan? Dan pakt King Arthur, pakt aan het eind van de film naar Parsifal en hij gaat rechtvaardig doen met het zwaard Excalibur. En Excalibur heeft hij gekregen van de Lady of the Lake. En dat ziet u op een gegeven moment, dat komt uit Avalon vandaan. Zwaard omhoog, maar hij krijgt helemaal geen zwaard. Hij krijgt het verzoek om rechtvaardig te worden. Daarmee kan hij uit de stoffelijke wereld de zielenwereld in. Hij kan Camelot in. Maar wat ze u niet vertellen in het verhaal van Avalon en King Arthur en Excalibur en Guinevere en de Ronde Tafel, is dat na Camelot nog een wereld is. Dat is de wereld van de geest. Dus alle verhalen die ze u vertellen, zijn allemaal verhalen, hoe komt u van de stof in de ziel? En ze hebben geschrapt, hoe komt u uit de schepping naar God? Dat is allemaal geschrapt. Ze gaan niet verder dan Camelot. Ze gaan niet verder dan het paradijs. Ze gaan niet verder dan de ziel. Ze gaan niet verder dan Shambhala. Ze gaan niet verder dan het beloofde land in de ziel. U zit hartstikke vast in de reïncarnatiespiraal. En daar willen we uit. En daarom hebben ze Christus gestuurd. En die is de weg naar huis. Camelot. Avalon. Glastonbury. De Thor. Nou ja, dames en heren. Het is eindeloos het verhaal in wat andere dingetjes verpakt. Het is heel eenvoudig. He? Maar dat weet je natuurlijk. Het is hogere schoolwerk. Deze zin. Ja, ik wil even vragen. Jij vertelt het dus hier zo in Europa. Met jouw lezing enzovoort. Ja. Voor christenen. Hoe zou je dat doen als je een hele zaal met... Ik krijg exact het verhaal wat voor moslims geldt. Maar ook met het woord Christus? Want dat ken je. Ik krijg exact het verhaal wat nodig is voor de moslims. Het punt is, het verhaal wordt altijd verteld wat het publiek qua bewustzijn aan kan. Of je nou joden in de zaal zitten, of moslims, of christenen, of hindoes. Ik heb het verhaal vorige week verteld in Engeland, aan een zaal met boeddhisten en hindoes. Nou, hartstikke gezellig. Ja, nee, maar mijn vraag is dan... Ik zeg, op het moment dat je het met een hindoe of met een boeddhist hebt, dan heb je het over dat op een gegeven moment, nou ja, goed, je bekent het verhaal van Brahma en Vishnu en Shiva, nou dan hebben we het over Zeus en over Jupiter, en dan word je op een gegeven moment, dan gaat de witte lotusbloem gaat in je hoofd over, dan word je de body swapa. Begrijp je, dan krijg je dat soort verhalen door. Maar het is allemaal het verhaal, alleen het wordt in hun taal verteld. Met een moslim ga je het hebben over de Mahdi. Maar je gaat ook uitleggen wie de Mahdi is. Dus er wordt in hun taal wordt er verteld wat er kan met hun gebruiken. Met hun geloven. Dus je bent geen gevaar voor ze? Ik ben het meest ongevaarlijke man die hier rondloopt. Toch? Ja, dus, laat ik zeggen, als je mij zegt, zeg je ongevaarlijk. Maar vroeg of laat ga je me tegenkomen. Dat ook weer wel. Aan deze of aan de andere kant. Waar je wilt natuurlijk. Mag ik een persoonlijke vraag stellen? Hoe
Wat is de reden dat jij nu in deze 3D-ruimte-tijd hier staat en dat je niet timmerman bent of dat je keukens verkoopt? Waarom heb je hiervoor gekozen? Wat was het moment in jouw 3D-leven dat er iets doorkwam, dat je dit moest gaan doen? Nou, voordat ik hier op aarde kwam, is dat een afspraak tussen God en mij geweest. Maar toen je geboren werd, bedoel je gewoon letterlijk in je jeugd? Wanneer was op een gegeven moment het moment dat je iets herinnerde? 5 jaar. 5 jaar? Ik doe het al vanaf mijn 5e jaar. Dus het is niet iets dat ik toevallig vorig jaar begonnen ben. Ik doe het al vanaf mijn 5e. Oké, hoe kun je er iets over vertellen? Dat is niet zo belangrijk in deze context van het verhaal. Het is iets... Kijk, als je op deze aarde komt, dan heb je aan de andere kant gewoon afgesproken wat je weg is. Nou, dan is je weg timmerman, dan word je lekker timmerman. En word je loodgieter. En ik heb gewoon gekozen om mezelf te bevrijden. Nou, toen heeft God tegen mij gezegd, wil jij jezelf bevrijden van al je zonden en van al je ellende en van al je rommel die je in vorige levens uitgehaald hebt? Nou, dan is het handig dat je deze weg voelt. Dat betekent dat je 10.000 keer gaat vallen en 10.000 keer gaat opstellen, maar we zijn altijd bij je. En als je maar volhardt in het smalle pad, neem je mee naar huis. Nee, dat snap ik. Dat is bij het verhaal. Alleen, ik kan tenminste, misschien ga ik dan met een beperkte mensen met beperkte spirituele intelligentie om, maar in mijn omgeving, als ik al iets vertel dat ik een keer een UFO heb gezien of een graancirkel heb bezocht, dan kijken ze aan van, gaat het wel lekker met je? Ja, maar dat maakt toch helemaal niet uit. Kijk, UFO's en graancirkels zijn uit de zielenwereld. Dat is de grote deceptie. De grote deceptie is straks dat ze u gaan verleiden met self-ascension en dat u gered wordt door een UFO of een buitenlands last of een avatar of E-Star Command of al die andere flauwekul. Het punt is, de aliens, dat zijn wij. Wij zijn de gevallenen. Ja, nee, dat begrijp ik. Er bestaan helemaal geen aliens, meneer. Totaal geen enkele alien. Oké, ik bedoel zo. Er is een moment op een gegeven moment in je leven dat wij nu hier zitten. Dat is een reden. En dat we niet thuis achter de televisie naar Bananensplit of een welk programma boezemt. Ja, altijd leuk Bananensplit, toch? Ja, wij wakker worden. Nee, maar Er is een moment geweest, dat was bij jou 5-jarige leeftijd, dat er iets gebeurde. Nou, ik ben dan benieuwd, wat gebeurde dan dat je merkte van, hé, ik ben anders dan mijn vriendjes en vriendinnetjes in de kleuterklas of zo. Er moet een moment zijn geweest dat je een gevoel van eenzaamheid, van ik ben anders of ik begrijp het niet of begrijpen zij het niet of ben ik gek. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, kijk, het punt is, je kan op 2 manieren op aarde komen. Je kan onbewust of bewust op aarde komen. Okay. Op het moment dat je bewust op aarde komt, ben je al verbonden met God. En jij bent, dat betekent niet dat je al perfect bent, want ik wist dat ik niet perfect was. Maar je was dus bewust op aarde gekomen. Ja, maar ik was ook bewust van de rommel die ik van andere levens nog moest oplossen. Ah, okay. Ja, het is een hele lange, moeilijke, moeizame weg geweest. Oké. Dus ik ben hier niet als een heilige gekomen, ik ben hier gekomen als een gevallene. Nee, maar, okay, die met de hulp van God weer langzamerhand opgestaan is. Oké, nou goed, dan begrijp ik een beetje, want kijk, laten we zo zeggen, het is lastig, maar stel dat we praten over zeg maar de werkelijkheid, een box. Zolang ik in die box zit, dan weet ik niet dat daar buiten die box ook nog een werkelijkheid is. Nee. En als je praat over van, nou, je hebt bewust en onbewust. Weet je, dus hoe kan ik iets weten als ik het niet herken? Tenzij ik zeg maar in meditatie of beelden of met regressieanalyse of weet ik veel, dat ik flarde van dingen. Het helpt allemaal niet. Meditatie helpt niet. Channelen helpt niet. De kristallenoefeningen, 3 keer om een indianenkampvuur te lopen, ayahuasca, het helpt allemaal niet. Het houdt je allemaal vast in de schepping. Het enige wat voor mij geholpen heeft, is toen ik me volledig overdroeg in 100% geloof en vertrouwen aan Christus. Die heeft mij weer in contact gebracht met de Vader, met God. En op dat moment word je uit de box gehaald. Dan draagt hij je als het ware, dus niet zo, hè, maar dan draagt hij je exact op de kortste weg en de snelste weg naar huis. Ja. Maar dat kan alleen door totale overgave. Dat is het ergste voor je ego wat er bestaat. Dat betekent dat je ego, de draak sterft, de slang sterft. Dat is een doodstrijd. Ja, ja. Nou, dus wil jij uit de box, jij weet niet hoe je uit de box komt.
Je weet het echt niet. Je hebt misschien alles al geprobeerd in de New Age wereld en in de Old Age wereld. Niets gaat helpen. Pas op het moment dat je je overgeeft, word je op de kortste, smalle weg manier uit je eigen waanzin gehaald. Draag je je niet over, ja, dan word je iemand die misschien rechtvaardig wordt en iemand die de 10 geboden doet of de 12 eonen doet. Maar je komt niet uit de box. De box is de schepping. Maar dan moet je dus eerst bewust worden van het feit dat ik in een waanzin leef. Nee. Het enige wat je hoeft te doen, draag je over aan Christus of aan God. En die doet exact voor jou wat jij nodig hebt om uit je waanzin te komen. Zonder dat je daarover hoeft na te denken of daar rituelen voor hoeft te doen. Of 80 keer een mantra te zingen of aan 20 gebedsmodus moet draaien. Die haalt jou er gewoon uit. Dat is de kortste weg naar huis. Maar de overdracht is het moeilijkste voor het ego. Het willen het zelf kunnen. Dat is het vergif van de self-ascension, van de New Age. Daar gaat nooit iemand met self-ascension naar huis. Het is de krankzinnigheid die, ik zou maar zeggen, het Vaticaan en de Levieten en de Jezuïeten bedacht hebben om u nog langer in de gevangenis te houden. Die hele New Age-beweging is gewoon het oude geloof in een nieuw jasje. Pas er voorop. Ze lopen er dan rond. U gaat er niet uitkomen zelf. Want u bent blind. U bent onwetend. En u bent verleid van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Draag u over aan Christus of aan God. Die neemt u barmhartig en genadevol mee naar huis. Maar het is even moe. Maar doe het wel. Het liefst niet in de tweede rol. Hoe doe je dat in praktijk? Door gewoon te vragen. Je gaat straks nu op de stoel of je gaat vanavond naar bed liggen en dan zegt u: God, wilt u mij helpen? Want ik draag mij volledig 100% in geloof en vertrouwen over aan uw wil. En op dat moment gaan er dingen in je leven gebeuren die naar je toe komen. Je gaat dan ook ontvangen. Je gaat niet meer zoeken, maar je ontvangt. En wat je ontvangt, ga je naar handelen. Het is niet zo als God jou een geschenk geeft dat je gaat denken: ja, maar dat is geen leuk geschenk. Want dan zit je ego er weer tussen, dus er gebeurt er weer niks. Nee, je draagt je in 100% geloof en vertrouwen over. Vanavond lig je op bed, ga je het gewoon doen. Dan komt het binnen, dan kunnen de dingen binnenkomen waar je denkt: nou, maar dat is niet gezellig. Dat is niet leuk. Nou, doe ik het niet. Dan denkt God: nou, dan blijf ik daar, want het is je vrije wil. Maar zodra je het doet, word je direct verzegeld. Dan ben je onderdeel van de bruid van God. Dan kunnen ze niet meer aan je ziel komen. Dan ben je bij de club, zal ik maar zeggen. Nou, en doe je dat niet, ja, dan zit je niet bij de club. Dan zit je bij de stoffelijke club. Bij de Pokémon Go club. Van alle leuke demonen. Totdat je een ster krijgt op je borst en dan ben je het haasje. Tenminste, degene die je de ster geven zijn zwaardehaas. Jij bent gewoon een konijn die even tijdelijk gepakt wordt. Maar degene die die sterren gaan uit hebben bij Pokémon Go, die zijn zwaar het haasje, hoor. Daar zou ik niet mee willen raken, want die gaan op voor de laatste ronde en dan wordt het Judgment Day en daar wil geen enkel mens bij. En begrijp ik dan dat de betekenis van het leven, hè, the meaning of life, is eigenlijk dat we ooit zijn we van het geestelijke afgedaald naar het stoffelijke. Mm-hmm. En naar de ziel. En naar de ziel. En naar, dat was de eerste val. De val. Om daarna gewoon dan weer terug te gaan. Om dat hier te ervaren. Is dat het doel hier om gewoon... Nou, ik denk dat je pas dit hele verhaal... Dit is conceptueel totaal niet te begrijpen vanuit een stoffelijk of ziele standpunt. Precies. Dat ik in draag je over aan God en ga begrijpen wat echt de betekenis van de schepping is. Een sterveling begrijpt absoluut niks van de betekenis van de schepping. Die begrijpt er helemaal niks van. Die begrijpt niks van de Bijbel, niks van de Koran, niks van de Torah, niks van de Veda's. Die begrijpen er helemaal niks van. Dus... Beste vriend, draag je over en u zult alwetend worden in hetgene wat deze hele schepping voorstelt. Het is het grote wedergeboortekanaal. Zonder te begrijpen. Zonder dat je het begrijpt, want dan weet je het. Maar het is voor een ego moeilijk, want wij willen het weten, maar we gaan het namelijk nooit zelf weten. Maar de komende tijd wordt je toch op een hele heldere manier verteld dat het tijd wordt om het een beetje te gaan weten. En als het dan nog niet luistert, dan wordt het nog wat gezelliger. En op een gegeven moment heb je de hele dag festival.
Maar geef je eigenlijk aan dat je zeker moet zijn van je onzekerheid, waardoor je je makkelijk kan overgeven? Nee, het is gewoon dat je je ego gewoon wegcijfert. Want je weet dat je ego complete onzin is. Elke gedachte die je hebt, elk gevoel wat je hebt, elke emotie, dat is een cultureel MK Ultra Sophia-achtig gevoel wat ze jou aangeleerd hebben en wat de reinste klinkklare onzin is. He, wij hebben bijvoorbeeld geleerd, als er iemand vermoord wordt in de stad, dan moeten we een stilte toch met vaccinelichtjes doen. Dan zeg ik, joh, wat een flauwekul. Draag niet een vaccinelichtje, word het vaccinelichtje. Word de genade in je buurt, word de vrede in je buurt. Doe het voor aan je medemensen. En dan zullen ze wel je gek vinden dat je niet met zo'n vaccinelichtje in de stof, hè, want het is stof waar je achter elkaar aanloopt en morgen belieg je en bedrieg je weer iedereen die om je heen zit. Word het voorbeeld in je buurt, in je wijk, in je land. En gaan ze je dan gek vinden en voor gek verklaren. Dat hebben ze met Christus ook gedaan en met Boeddha gedaan. Alleen ik zeg je één ding. Dit keer gaat het net even anders dan in de tijd van Christus en van Boeddha. En dan moeten die jongens die in die zandbak aan het kloten zijn, moeten daar heel erg voor oppassen dat dit de eindtijd is en er voor hun geen tweede kans komt. Dus pas op wat je doet, priesters en koningen en ministers en dictators. Want we kennen u. En u weet niet wie u bent. Nog niet, maar straks wel. Het was weer een gezellige avond. Mag ik nog één vraag stellen? Nou, nog eentje. Ja. Wie of wat is God? Ja, mevrouw. Wie of wat is God? Moet ik er een antwoord op geven? Stoffelijk zou ik zeggen dat er een man met een hele grote grijze baard die op een troon zit, waar vier cherubijnen al zingend de hele dag omheen joelen. In de zielenwereld is een energievorm die de rechtvaardigheid in al zijn bezuinen en gevoelens uit. En in de geestelijke wereld is God de ultieme, onwankelbare, onbeweegbare stilte waar geen beweging meer in zit. Maar wordt eerst zelf weer even Christus. Want dat is wat een christen is. Het worden als Christus. Dan maakt Christus blij. Dus als Christus hier terug op aarde komt, dan zit hij te kijken, wie is er al een beetje zoals ik geworden? Dat is hetgeen wat hij doet. Je komt dan niet met een of andere vliegende schotel langs. Die gaat zeggen, ik ga je het voor... Nee, die gaat alleen maar zeggen, oh ja, jij ziet ook wel als Christus er al uit. En jij ziet er... Oh, jij ziet er wel een beetje als Maria uit. Ook leuk om erbij te hebben. Oh, jij ziet er wel een beetje als Boeddha uit. Nou, allemaal leuk, leuk, gezellig. Nou, die worden bij elkaar gedeeld. Nou, jongens, wat zullen we doen in de eindtijd? Nou, we zullen een aantal naar het nieuwe Jeruzalem gaan. Om daar, ik zal maar zeggen, het ontvangstcomité te vertegenwoordigen. En die gaan naar de andere kant. En die gaan in de zielenwereld, of als het ontvangstcomité zijn, er worden scholen opgericht. Ik heb je al helemaal uitgelegd wat voor scholen dat worden. Wat er geleerd wordt, komt geen wiskunde, maar wel de 10 geboden of de 12 eonen. Dus er wordt een club daar naartoe gebracht. Ontvangstcomité wordt keurig begeleid. Er zitten er trouwens al een paar, dus het wordt één groot feest de komende tijd. Ja, het kan zijn dat hij hier nog even op aarde achterblijft. Hè, dan als totale wedergeboren mens blijft hij hier op aarde achter, als heel mens. Ja, misschien als de twee getuigen, of misschien was de 144.000, hè, zoals ze dat noemen. Maar ja, uiteindelijk worden het natuurlijk 7 miljard die het voor gaan doen. En opeens is de schepping afgelopen. Ruimte en tijd stoppen. U bent weer stil. Dat is God. Maar u gaat God pas begrijpen als u weggevolgd hebt. Dat is de reden. Dank u wel voor deze gezellige avond. Alleen natuurlijk weer, ik zou hem gewoon meenemen als levensverzekeringspolis. Als het niet voor u is, laat het dan voor uw kinderen of kleinkinderen achter, die er misschien straks nog wat aan hebben als u er niet meer bent. Alsjeblieft.